En dan is het weer tijd voor het Stadsjournaal met actuele nieuwsflitsen uit Gouda. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociaal Team Jeugd en het Sociaal Team Gouda voor Volwassenen vierden op 12 januari hun eerste verjaardag. Mijn naam is Nienke Siderius, ik ben sociaal werker binnen Sociaal Team Gouda Noord. En wat wij doen is eigenlijk mensen ondersteunen waar nodig. En dan gaat het vooral om kijken voor mensen die een plan voor de toekomst willen maken. Om te kijken hoe wij kunnen ondersteunen bij dat plan voor de toekomst. En dat kan op elk levensgebied zijn. Hebben we afgelopen dinsdag gevierd dat we een jaar bestaan. En dat hebben we eigenlijk op een ludieke activiteit gedaan. We zijn met elkaar Gouda ingegaan. We hebben eigenlijk de sociale kaart die we afgelopen jaar heel erg geïnventariseerd hebben. Zijn we eigenlijk gewoon naartoe gegaan. Dus we hebben gekeken wat Gouda eigenlijk allemaal te bieden heeft. Zodat wij dat ook goed zichtbaar hebben waar het allemaal zit. En dat was heel erg leuk. En we hebben het afgesloten met een lunch met de sociaal werkers van de sociale teams Jeugd en het CRG. Om eigenlijk ook te vieren dat we de investering die we hebben gedaan in de samenwerking. En ook zeker de samenwerking die we voort willen zetten naar voor het jaar 2016. Zodat we eigenlijk één sociaal team krijgen binnen Gouda voor de leeftijd van 0 tot 100 jaar. In de top 50 van de leukste ondernemers van Nederland staat onze Goudse Joost Walraven, eigenaar van Victory Sports Nederland aan de Middenmolenlaan. Ik ben dus Joost, verkozen tot leukste ondernemer van de gemeente Gouda. En ik ben gekozen tot leukste ondernemer door eigenlijk de leukste mensen van Gouda. En dat zijn de mensen die hier binnen het Victory Centrum in Govenwellen aanwezig zijn. Wat bieden wij als Victory Centrum Govenwellen? Dat is eigenlijk heel erg breed. Wij focussen op sport, gezondheid, educatie en welzijn. Maar wat wij voornamelijk faciliteren is ruimte. Dus wij bieden een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We hebben sportgelegenheid waar mensen kunnen trainen. Mensen met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking. Gewoon met elkaar. We werken altijd vanuit de behoeften van de persoon die binnenkomt. Wat wij belangrijk vinden als Victory Centrum Govenwellen is dat de wijk weer leefbaarder wordt. Dat mensen weer meer dingen met elkaar gaan ondernemen. Dat ze weer plezier hebben. Dat het veiliger wordt. En dat ze elkaar leren kennen. En dat is wat wij kunnen bieden. Wij kunnen hun de ruimte bieden en de mogelijkheid bieden. Maar dat wat daarin gebeurt, dat mag ontstaan. Wij doen ook dingen voor kinderen die bijvoorbeeld op school worden gepest of mishandeld worden. Kinderen zelfs die zelfmoord willen plegen en het niet meer zien zitten. Daar bieden we weerbaarheidslessen voor. Waarin het belangrijk is dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, zelfredzaam worden en zichzelf kunnen verdedigen. Kinderboerderij De Goudse Hofstede is met haar actieve milieubeleid dubbel beloond door Recycle en Vet Recycle Het. Ik ben Sandra Harkes, ik ben de beheerder van de kinderboerderij De Goudse Hofstede. Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met het inzamelen van vet en oude elektrische apparaten. De reden daarvoor was om mensen bewust te maken dat het gewoon belangrijk is om afval te scheiden. En op de kinderboerderij kan het op een hele laagdrempelige manier. Wij kunnen heel makkelijk kinderen bereiken en daarbij ook hun ouders om te laten zien waarvoor dat belangrijk is. Sinds vorig jaar hebben we deze milieustraat gekregen. Daar staan ook gewoon teksten op waarom het belangrijk is, waarom je het moet scheiden, zeg maar, en wat je waarin kan doen. Het voordeel voor ons is ook dat we daar geld voor krijgen. Op jaarbasis voor de elektrische apparaten krijgen we €250. En ook voor het vet wat we inzamelen krijgen we een mooie vergoeding. We hebben een vrijwilligster die is zeer actief op Facebook, Twitter en nieuwsbrieven verstuurt zij. Omdat ze dat zo goed gedaan heeft, zoveel onder de aandacht heeft gebracht dat je moet recyclen, hebben we een extra prijs gekregen voor zowel Recycle als Vet Recycled. En daar zijn we heel erg blij mee. Tussen kerst en oud en nieuw hebben we een oproepje gedaan om frituurvet in te zamelen op de kinderboerderij als mensen oliebollen gebakken hadden. Nou, daar is massaal gehoor aan gegeven. Vanaf oudjaarsdag zijn er liters frituurvet ingezameld. Ook in de toekomst willen we nog meer gaan doen aan duurzaamheid. En wat dat vet in gaat houden, dat kunt u volgen op onze social media.